Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bekijk het maar. Vandaag gaan we in gesprek met een geboren Leienaar Rotterdammer. Hij is acteur, hij is zanger, hij is spreker, cabaretier, schrijver, presentator, babs en geeft workshops comedy te acteren. In de jaren 80 was hij vooral bekend van de crispy chips reclame, crispy geluidje toch? En de afgelopen periode ging het ook een stuk minder en dreigt hij zelfs dakloos te worden. Het gaat nu weer de goede kant op. En hij zit naast me. Zijn alter ego was Eddie Veenstra uit Vrienden voor het Leven. Mag ik u voorstellen aan Peter Lussen. Welkom. Heer. Waarom moet je nou lachen? Nou, die hele preek die je af hebt gestoken. Ja, maar dat betekent wel dat je heel veel gedaan hebt. Ja. In de afgelopen 41 jaar, 40 jaar. Nee, 42. 42, god, vergaat de tijd hard. Ja. Je bent Leienaar Rotterdammer, dat betekent... Ja, Rotterdam, ja. Ik ben geboren in Leiden, in het ziekenhuis. Ja. Wij woonden toen in Hoogmade. Mijn vader was daar schoolmeester geworden. Ja. In die tijd kreeg ik nog een huis bij. Maar toen ik 2 was, zijn we teruggegaan naar Rotterdam-Zuid, waar wij vandaan komen. Ja. Oké. Ja. En toen ik 8 was, zijn we verhuisd naar een dorp in de buurt van Rotterdam-Zuid. Heer Jansdam. Ik heb er nooit van gehoord, Jansdam. Dat is een tekortkoming in je culturele besef. Ik ben wel, oh ja? Dus ik moet een keer naar Heer Jansdam toe? Ik ben benieuwd wat ik daar tegenkom. Goed, in de eerste plaats wil ik je laten weten dat ik blij ben dat je er bent. Ik ook. En ik wil ook van je weten, wat voor gezin was het gezin Lussen? Was dat een leuk gezin? Werd er muziek gedraaid? Ja, was best wel. Was je vader cabaretesk? Of, mijn moeder meer. Je moeder meer, vertel. Ja. Nou ja, we waren een schoolmeestersgezin sowieso. Ja? Ik kom uit 2 grote onderwijsdynastieën. Dus alles en iedereen in onze familie. Oma's, opa's, vader, moeder. Heel veel ooms en tantes. Wij waren ooit katholiek. En het was allemaal stond voor de klas. Voor de een of andere klas. En, toen ik 4 was, hebben ze me leren lezen. Want ik gaf blijk van belangstelling en zij hadden het materiaal en de vaardigheden. Ja, dus toen jij in de eerste klas lagere school kwam, want zo heette dat toen nog. En niet in groep 1 van basisonderwijs. Nee, dat is dan groep 3 alweer, de eerste klas, want je hebt 1 en 2 school. Kom je er nog uit? Ah nee, dit moet nog eventjes getverder. Dat geeft niet, dat vinden mensen leuk. Ja, dan gaan we gewoon door. Ik vind het leuk, ja. Goed. maar goed, jij bent niet de kant van het onderwijs opgegaan. Jouw zus is niet de kant van het onderwijs opgegaan. Jawel. Ja, mijn zus geeft les aan de hogeschool. Maar zij is lector aan de Hogeschool Rotterdam. Oké. Mijn zus. Ja, dus die is gepromoveerd. Ja, mevrouw Dr. Lussen is dat. Mevrouw Dr. Lussen. Ja. Jij bent de kant van de artistieke kant van het theater. Ja, ik ben niet gepromoveerd. Dus nee. Maar wel volledig de Academie voor Kleinkunst. Ja, ik ben gediplomeerd. Ik ben geen beunhaas dus. Ja. Nee, jij bent echt gediplomeerd. Ja. Geen idee waar dat diploma ligt. Nooit meer gezien, maar goed. Ja. Als ik denk aan jou, aan het eerste wat ik me kan herinneren wat jij gedaan hebt, is 1981 Junkie Verdriet. Ja. Een van de eerste dingen, misschien wel het eerste. En dat was de eerste professionele... Ja, ik heb op de academie natuurlijk wel eens hier en daar op een tennisvereniging wat gedaan. Of zo. Maar kun je iets vertellen over Junkie Verdriet? Junkie Verdriet was gesubsidieerd toneel. Ja. De eerste en laatste keer dat ik gesubsidieerd toneel heb gespeeld. Dat was toneelgroep Centrum. Dat is later opgegaan in toneelgroep Amsterdam. En dat was een voorstelling over Joti het Hoofd. Dat was een Vlaamse junkie-dichter die ook aan een overdosis, al dan niet met opzet, is gestorven. En er was een clubje van 7 jonge acteurs die tijdens die voorstelling tussendoor collectief die poëzie van die jongen voordroegen. En daar was jij er één van? Ja, ik was één van de 7. En bijvoorbeeld ook Tom Hofman zat er ook in. Ja. En Arthur Chapin. Ja. Want het is nu natuurlijk een roemrucht schrijver. Ja. Maar die is ook, we waren klasgenoten op de Academie voor Kleinkunst en vrienden. En Arthur Chapin heeft natuurlijk ook nog wel wat rollen gespeeld hier en daar in films en reclames. Flodder. Met een motoraccent. Flodder heeft hij ingezeten. Ja, leuk. Dus daarmee zat je ook op de Academie voor Kleinkunst. Ja, we hebben samen nog op de Academie voor Kleinkunst een voorstelling geschreven. Ja? Wat niet meeviel, omdat zijn schrijfstijl en de mijne, dat kwam niet dicht bij elkaar. Maar met een beetje respect, ja. Je hebt een tv-programma gedaan, Mag het iets meer zijn? Ja. Dat was in samenwerking met Teliak, die behandelde een thema. Ja. En binnen dat thema werd dan een soort comedy geschreven voor jou, in samenwerking met Willeke van Ammel. Ik was maar een bijrol hoor. Je was een bijrol. Maar Marnix Kappers en Willeke van Ammelrooy waren de belangste. De belangrijkste. En Sylvia Holstein. En Edda Barends. Die was het tweede jaar, denk ik, want ik ken Edda niet daarvan. Oh. En ik ben na 1 jaar eruit gegaan. En Kitty Jansen?
Ken ik ook, maar niet daarvan. Ook niet daarvan. Ik ken heel veel bekende mensen, ken ik namelijk ook gewoon vaak. Ja. Oh ja, die kom je wel eens in het vak tegen. Uh-huh. Goed, was een leuke serie. Sylvia Holstein later nog in Zeggens aangespeeld. Ja. Vrienden voor het leven, dat is eigenlijk wel het alter ego waarvan de meeste mensen jou misschien nog steeds wel kennen. Ja. Eddie Veenstra was jouw naam in die serie. Net riep een van de cameramens al Edipet tegen je. Hoe vind je dat dan? Ja, ik ben het gewend. Je bent het gewend. Weet je waar ik heel truttig in ben? Nou. Edipet schrijf je met een D op het eind. En als met een D staat, word ik pissig. Gek, hè? Maar waarom is dat? Weet ik niet. Het zit in mijn hoofd. Edipet is met een D. Maar was dat in het stuk echt zo, Edipet met een D? Ja, ik schreef de scripts. Althans, ik was eindverantwoordelijk voor de scripts. Ik schreef dat met een D. En met een T is fout. Totaal belachelijk truttig natuurlijk. Maar dat is heel. Ik denk dat jouw moeder en vader daar als onderwijzers misschien toch anders tegenaan gekeken zouden mijn kunnen hebben. Mijn vader heeft het niet meer meegemaakt. Oh, die heeft dat toen al niet meer meegemaakt? Mijn vader is in 87 overleden. Oh, en heel jong dan zeker. Vrienden voor het leven was in 91. Ja. Mijn vader maakt me nog wel complimenten voor de Smith Chips reclame. Hij zegt, wat is jouw Rotterdams nog goed? Oh, dat. En toen riep ik dol van ijdelheid tegen mijn zus. Vind jij mijn Rotterdams ook zo goed? En mijn zus woonde toen nog in Rotterdam. Dus die zei toen, nou, ik had het beter gekend. Gekend. En nou is ze mevrouw dokter Lussen. Ja, ja. En zo gaat het in het leven. Maar ja, goed. Wat ik wel heel leuk vind om wel even te benoemen. Jouw ouders in Vrienden voor het Leven werden gespeeld door Edmond Klasse. Nee, Edmond Klasse was de opa. Was de opa. Gaston van Erven was de vader. En Maria Stiegelis was de moeder. Ja, maar die Maria Stiegelis. Wat doet hij tegenwoordig? Want ik heb haar alleen maar ooit gezien in Vrienden voor het Leven. En zij zei altijd, hè, vader? Ja. En dan zei je vader, hè, ja, lief. Ja, ja zoiets. Ja. Hij had nooit belangstelling voor wat zij zei. Maar het was een beetje een tuttige moeder, maar het is een hele mooie vrouw. Ja. Tenminste, ik heb foto's van haar opgezocht en dacht ik, nou, je bent eigenlijk een hele mooie vrouw. En ook grijze foto's van nu. Ja. Gezien, maar. Ze is inmiddels gaat ze richting de 80. Oh, ik heb contact met haar gehad omdat ik haar wilde uitnodigen voor de première van de theatervoorstelling. Want die cabaretvoorstelling die ik nu doe, mm-hmm. Eddie voor het leven, gaat gedeeltelijk over die periode, die serie en wat ik allemaal meegemaakt heb. En ik vond het fijn als zij daarbij was. Ja. Maar zij kon toen niet komen, want ze kampte nog met wat naweeën van, ik geloof, long covid. Oh ja. Ja, en Marylou van Steenis, hè, dus Ellen. Ja. Die heb ik natuurlijk ook, benaderd. Maar die is bij. Die wilde een beetje uit de drukte blijven. Maar die is wel bij de tweede try-out geweest. Oh, oké. Okay. Dus en Sander heeft wel, de Heer, oftewel Paul, die is wel op de première. Dat was een soort een fout vriendje van jou. Ja, goed. Niet een fout vriend in het stuk. Ja. Nee, we konden zeer goed. Allemaal konden we goed met elkaar doen. Ja. Weet je wat mooie is van die periode van Vrienden voor het Leven? We hadden al heel snel heel veel succes. Ik vind het akelig om te zeggen, dat klinkt zo. Maar met kijkcijfers en zo. Ja. Maar, en wij hebben nooit is er in die ploeg iets geweest van, kijk ons eens. Nee. Het is altijd professioneel gebleven, altijd relaxed gebleven, altijd, hoe doen we ons werk zo goed mogelijk. Nooit babbels. Nooit. Maar ook wel ook grote gein gehad, neem ik aan, met elkaar. Ja, ook wel, maar niet zoveel als je zou denken. Er werd vooral gewoon professioneel gewerkt. Ja, maar is er ooit eens iets misgegaan waarvan je denkt, nou, we hebben ze zo vreselijk omgelachen. Dat verhaal zou ik je wel willen vertellen. Dat zijn altijd vreselijke vragen, natuurlijk. Waarom? Ja, omdat je dat dan nooit meer zo goed weet. Ja, nou, er is vast één moment geweest. Een bloepertje of zo. Ja, een leuke blooper. Nou, wel, kijk, je werkt met live publiek. En dat publiek. Oh, dat was wel. Ja, daar waren ja. geen klapbanden. Nee. Klapbanden, ik bedoel, hoe noem je dat? Lachbanden. Lachbanden, sorry. Klapband is het. Ja, oké. Okay. Maar het publiek zit daar toch 2,5 uur voor een ding wat 20 minuten moet worden. Ja. En je hebt ze nodig. Je hebt de reactie van het publiek nodig voor de timing. Dat betekent, als je denkt dat het publiek een beetje wegzakt, dan moet je. En je hebt dus een warming-up artiest, hè, die tussendoor de mensen erbij houdt. Maar het is ook leuk af en toe om iets mis te laten gaan, omdat mensen vinden dat leuk. Ja. En ik herinner een moment, ik moest aanbellen bij een deur, maar dan zat daar achter de camera zat Esther. En Esther was de assistent, was een schat van een meid. En als ik dit deed, drukte zij daar op een bord waar een belletje op zat. Ja. En dan is het natuurlijk leuk om zo te doen en dat zij dan belt. Ja, het is allemaal heel flauw, heel flauw. Trouwens ook nog een. Dat is niet voor je fatsoenlijke luisteraars. Nou, maar in de set stond een pot. Die werd iedere opnamedag werd die door Esther bijgevuld met drop-toestanden. Ja. En Marylou en ik vraten dat dan voor de eerste opname al leeg natuurlijk. Dat begrijp je wel. Maar op een dag had ze er zo'n rijtje van die mannetjes. Dat heet zouterijen.
Ja, dat waren van die mannetjes die elkaar vasthielden. Ja, en dat is een soort van 10 van die poppetjes. Ja, en dat is een soort gummy-achtig iets. Ja. En ik stak dat in mijn bek, maar op zo'n opnamedag ben je een beetje opgefokt natuurlijk. En als ik opgefokt ben, word ik ontzettend geestig. En dus ik zei tegen haar ook, wat een rotsmaak. Het lijkt wel van gebruikte condooms. Ja, dat vond ik op dat moment grappig, van de zenuwen. En Esther antwoordde met de 24 jaar in volle ernst, ja, hij smaakt zout, hè? Dus ik zei tegen haar, oh, kreeg ze zo'n hersens. Nou, dat was een schat. Nou, dat zijn toch wel leuke dingen. Ja, ja. Ik heb Ellen ook ooit mogen interviewen in dezelfde studio waar jij geweest bent. Ja, in Beverwijk. In Beverwijk. Ja, ja, ja. Na het stoppen van Vrienden voor het Leven kreeg je een eigen televisieprogramma Lekker Lang Lussen. Ja. Maar voor één seizoen. Het was eigenlijk een heel leuk programma. Ja. Een beetje entertainment, een beetje van alles wat. Ja. Ja, ik vond dat geweldig om te doen. Nou, het is me niet helemaal bevallen. Omdat, ik zoek altijd de randen op. Ik experimenteer altijd. En voor een goede televisiecarrière is het beter als je een beetje binnen de lijnen blijft. Ja, 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 ja. Maar dat ligt mij niet. En ik had dus een aantal sketches geschreven. Vrij lange sketches, wat ook al eigenlijk wel apart is. En, maar op de een of andere manier is dat een soort kruisbestuiving tussen Joop van den Ende en mij geweest. En dat werkte niet. Okay. Want het werd dus een soort sketchesprogramma, maar ook met een show-element. En die combinatie werkte niet. Plus dat show past niet bij mij. Ja. En mede daardoor denk ik dat het programma niet helemaal geworden is wat ik had gehoopt. En, wat Van den Ende had gehoopt? Ja, dat denk ik. Dat was het zeker niet. Nee. En dat heb ik wel geleerd. Als een programma net niet helemaal werkt, dan zijn de goede dingen erin, komen minder uit de verf. Ja. Dat is heel filosofisch dit. Ja. Bij Vrienden voor het Leven was het omgekeerd. Dat pakte, het publiek pakte dat, het werkte. En er zit een heleboel grappen in die ik zelf helemaal niet zo geweldig vind. He, dat je denkt, nou die hebben kennelijk maandagnacht om 2 uur zitten schrijven. Ja. Ja. En dan vindt het publiek het toch leuk. Dat zijn hele rare wetten, die leer je op die manier. Maar goed, kort samengevat, die serie was qua kijkcijfers niet succesvol genoeg om hem door te zetten. Nee, en wat is qua kijkcijfers dan niet succesvol? Ja, dat bepaalt de omroep. Ja, ik begrijp daar nooit iets van, want ik denk, bij mij hebben ze nooit gevraagd, kijkt u daar of daar naar? Nee. Hoe weet jij hoe dat werkt, die kijkcijfers? Nee, vroeger was het zo, dan stonden er bij 3000 mensen in Nederland een kastje, waarmee gemeten werd waar mensen naar keken. Ja. En dat wordt dan ook in leeftijdsgroepen ingedeeld en vooral de categorie, ik geloof van 19 tot 45 of 49 of zoiets, die is het belangrijkste, want die geven het geld uit. Ja. Het is een volkomen stompzinnig soort statistiek, waarvan ik denk dat die zo lek is als een mandje. Maar waarvan ze nog steeds het bepaalt nog steeds. Bepalen, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. En kijkcijfers was toen al, maar is nu ook een complete, hoe zeg je dat, olifant onder en boven de tafel geworden. Ja. Belachelijk, totaal belachelijk. Ja. Want ja, er keken er maar 450.000. Ik denk, nou, dan zitten er toch 450.000. Ja. Ja. Maar dat is dan te weinig. Ja. Want er moet minimaal een 500.000 of 800.000 mensen kijken. Ja, maar televisie is een steeds belachelijker medium geworden. Ja. Ja. Schiet mij maar lek. Ja. Heb je daarna gedaan. Ja. Dat was weer gewoon. Maar dat heb je zelf geschreven ook. Ja, ja, ja. Er zit altijd wel hulp bij. Je moet iemand hebben waar je tegenaan kan lullen en die ook terug lult. Ja. En die je af en toe op ideeën kan brengen of zelf met ideeën komt. Dus 100% zelf schrijven, dat bestaat niet. Nee. Maar goed, die heb je zelf geschreven. Ja. Twee seizoenen geweest. Heel leuk, want jij speelde ene Roel. Dat was natuurlijk een soort Eddie. Weet je, ik ben geen echte acteur. Nee. Dus je speelt toch altijd iets. Ik vond je een hele leuke acteur. Nou, dankjewel. Ja. Ja. Maar ik speel toch altijd iets wat wel een beetje tegen mezelf aanhangt. Okay. Zo'n Eddie en ook zo'n Roel is toch een soort tekenfilmversie van bepaalde eigenschappen van mij. Je bedoelt een beetje de zulligheid en de knulligheid waarmee dingen gebeuren. Ja, maar ook eigenlijk, want sommige mensen zeiden Eddie is een loser. En daar was ik het nooit mee eens. Nee, dat is niet zo. Maar ik vond hem, en dat gold ook voor Roel, hyper creatief. Maar daar ben ik ook wel. Dus allemaal voor een probleem een oplossing verzinnen dat je denkt, A, hoe komt hij erop? En B, het gaat niet werken. Ja. Ik zal een voorbeeld noemen. Ik heb zelf, dus niet als Eddie als Roel, maar als Peter, in een huis gewoond en ik rookte heel veel sigaren in die tijd. Nou, je weet wat dat doet. Je huis staat blauw. De muren verkleuren. Het ruikt ook niet erg lekker Nee. Dus ik had zoiets van, toen heb ik een tuinslang genomen. Die heb ik tussen het bovenlichtje geklemd en de andere in mijn mond. En zo blies ik 80% van de rook naar buiten. En ik vind dat normaal. Maar vrienden van mij, die dachten dat ik gek was of ze kregen een slappe lach. Nee, ik vind het wel een leuke manier van ventileren. Maar zo zit ik in elkaar en dat weerspiegelt zich in Eddie en in Roel. Ja.
Oké, okay. Heb je en nog zo'n voorbeeld met wat jij doet? Nee, maar ik vind het gewoon, als je geen ventilatie hebt en je doet een tuinslang naar buiten, ja, kan je daar toch je rook door blazen? Ja. Ik vind het wel innovatief. Ja. Maar voor mij is dat dus logica. En bij Roel en Eddy vergroot je dat een beetje. Ja. En zorg je ervoor dat het niet werkt natuurlijk. Ja. Ingewikkelde oplossingen die niet werken. Ja. Ja, en dat werkt dan. En comedy, met name wat artistieker ingestelde mensen, snappen dat niet helemaal. Comedy bestaat bij gratie van de gedeeltelijke voorspelbaarheid. Mm-hmm. Dat is iets te lang voor een tegeltje, maar ja. Er is een situatie en dan denken de mensen, hoe gaat hij dat nou weer oplossen? Ja. Nou, en dan moet je, dat is voorspelbaar, want het gaat iedere keer mis, comedy. Maar daarin moet je dan weer onvoorspelbaar zijn met wat voor soort idiote oplossing je aankomt. En dat is creativiteit. Ja, en zo schrijf je dus ook waarschijnlijk. Ja, 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 ja. Maar waar haal jij dan de inspiratie vandaan om 2 seizoenen, waren geloof ik 13 afleveringen per seizoen, kan dat? Ja. Dat je 26 afleveringen maakt, ja, waarin toch wel om de zoveel minuten een grap moet zitten of iets moet misgaan. Of, waar ik dat vandaan haal? Ja. Uit mijn eigen zieke geest. Waarom noem je jezelf een zieke geest? Ja, het kwam in me op. Leek me wel leuk om dat in de discussie te verwerken. Ja. Oh ja, nou. Goed, gaan we het over die zieke geest hebben? Nee, dat gaan we niet. Waar ik het wel even over wil hebben, is dat je sinds 2015 de mini Mozart speelt. Ja. Waarin jij de boel aan elkaar praat en een aantal andere mensen zingen. Vertel even wat het is. Een mini Mozart is een vereenvoudigde versie van de Nozze di Figaro, de Mozart-opera. Ja. De bruiloft van Figaro in het Nederlands. Dat is vertaald door Ivo de Wijs. Oh ja, ook niet de eerste, de beste. Nee. En de zanger en de zangeres, Frans Vizelier en Johannette Zomer, doen de respectievelijk de mannen- en de vrouwenrollen. En Frans Vizelier is weer de vader van Maria van Vizelier. Maria Vizelier. Ja, ja, ja. Frans Vizelier is een van de beste klassieke zangers van Nederland. Ja. Maar zeer bescheiden. Dus dat weet niemand, nee, maar dat is hij dus wel. Dat is hij dus wel. Ja. Frans bij deze. Ja. Ja. En dan hebben we nog een geweldige pianist, Roele Kok, die ook een professioneel zanger is. Wat maar ook pianist, toch? Ja, ook pianist. Ja. Ja. En op zeker moment laat hij dat ook even horen in de voorstelling. En ik praat het verhaal aan elkaar. Mozartse verhalen waren altijd extreem ingewikkeld. Dus ik lul het publiek daar doorheen. Ja. En dat mag ik dan mijn manier doen. Ja. En dan heb je nog de rol van de tuinman, Antonio. Dat is een klein zangrolletje en dat doe ik dan ook. Omdat Frans geen 2 rollen tegelijk kan zingen. Maar, nou heb ik, we hebben ook een podcast samen gemaakt. Ja. En daar moeten mensen ook maar eens naar luisteren. Daarin heb ik je gevraagd van, goh, kan je niet een klein stukje klassiek zingen? Want ik ken jou alleen maar als acteur en een beetje als cabaretier. En in de musical Rembrandt heb ik je natuurlijk ooit gezien. Zou je wat willen doen? Nou, dan moeten we even uitleggen. Ik ben cabaretier, ik zing. Ja. Al mijn hele leven lang. Ja. En ik ben op latere leeftijd ben ik klassiek gaan zingen. Ja. Dus heb ik opera leren zingen. Ja. En dat vind ik geweldig. De eerlijkheid gebied te zeggen, als je daar op je 44ste mee begint, het is spierweefsel. Dus dan ga je niet meer de top halen. Maar ik doe het er wel heel leuk bij. Dus als je zegt, kan je een stukje opera zingen, moet je wel eerst uitleggen dat dat wel is wat ik doe en wat ik studeer. Peter Lussen studeert dus klassiek zang. Leg ik het nou goed uit? Ja, het is goed. Ja, ja. En, maar als je dat op je 44ste doet, nou is dat wat moeilijker dan wanneer je daar op je 16e mee begint. Waarom zing jij niet even een stukje? Omdat ik nog geen klassiek zang heb gestudeerd. Oké, okay, ja. Maar even kijken, waar haal ik een stukje klassiek vandaan? Oh ja, er zit in de cabaretvoorstelling Eddie voor het leven, zing ik ook een aria. Ja. Maar dan dus een lulkoek aria natuurlijk. Een lulkoek aria. Ja. Even kijken of ik die zo... Want nogmaals, klassiek heb zingen. Heb je een C nodig? Dan sla ik dat hoeft niet meer. Okay. Klassiek zingen is weer echt sport. Ja. Mensen kunnen met die kleine stembandjes de achterste rij van de Stad Schouwburg en de Stopera en het Concertgebouw halen. Dus, en ik ben nu niet warm gelopen. Nee, je bent niet warm gelopen. Dus. Even kijken hoor. Ik heb mijn leven lang graag opera gezongen. Een kunstvorm waar ik goed in pas. Ik heb de strot, ik heb de longen, maar ik heb 1 handicap. Ik ben een bas, ik ben een bas, ik ben een bas. Een sonore, diepe, volle, bronzen
Bas. Nou, die is dus net niet warm genoeg. Nou, nee, ja. Bas. Ja. Oké. Oh, dat is het mooie diepe. Was dat een mooie diepe? Ja, want okay. Ik ben wel een vrij lage stem. Dat, ja. Ik ben vrij nerveus van aard. Dus ik praat meestal iets hoger dan ik eigenlijk zou moeten. Ja. Maar als zanger blijk ik dus een basbariton te zijn. Jawel, een basbariton. Maar ik hoor dus inderdaad niet de stem van Peter Lussen. Nee. Maar ik hoor wel de stem van een toch wel een, ja. een klassiek geschoolde zanger. Ja. 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 Ja, dus... Dat moet je dan toch nog even nageven. Ja. Oké. Okay. Maar de mini Mozart is incidenteel. Incidenteel, spelen. Ja, ja. Spelen jullie dat. Ja. En kan je dat op jouw site zien wanneer jullie dat nee, spelen? Nee, dat is niet op mijn site. Dat is maar komt dat wel ergens online? Dat je, ja, als je op mini Mozart, Johannette Zomer. Ja? Johannette Zomer. .nl? Nee, ja, oh. Het zal .nl zijn, dat weet ik niet. Oh. Maar zij zingt het dus, maar ze heeft het ook allemaal van de grond getild. Zij produceert het ook. Oké, okay. Ja. Dus maar als je Johannette Zomer opzoekt op internet, ja, die ga dan je kom vinden. Je de mini Mozart vast wel tegen. Ja, als het goed is wel, ja. Goed. Ook is een tijdje wat minder goed met je gegaan, een aantal jaren geleden. Ik denk 20, 25 jaar geleden is er bij jou een stofwisselingsziekte geconstateerd. Afwijking. Een stofwisselingsvariant. Sorry, nee, een stofwisselingsstoornis wou ik zeggen. Een variant. Officieel heet het een stofwisselingsvariant. Een stofwisselingsvariant. Mijn lichaam doet een heleboel dingen net even anders. En dat is meestal in mijn nadeel. En dat is mijn vraag. Wat houdt dat precies in? Ja, ja. Nou ja, wat ik zeg, dat mijn lichaam dus... er is een bepaald gen wat niet helemaal goed werkt. En ik heb te weinig histamine. Ja. En histamine verzorgen het transport in je lichaam. Ja. Dus alles wat verplaatst moet worden... Dat gaat niet helemaal goed. Dus hij brengt de verkeerde stof op het verkeerde moment, in de verkeerde mate, naar de verkeerde plek. En okay. dat klinkt allemaal en enorm. En dat uit zich in? Ja, bijvoorbeeld enorme aanleg voor dik worden, want het wordt niet afgevoerd. Het haalt te weinig, mijn lichaam haalt te weinig bouwstoffen uit voeding. Te weinig zuurstof in het bloed en dat soort dingen. Dus alles gaat net niet helemaal lekker. En continu ook, ik ben ook hypochonder. Dat hoort er ook bij, omdat er continu gaat er wel ergens iets mis in het lichaam. Dus als je hoofdpijn hebt, denk je dat je doodgaat? Nou, dat nou ja, toevallig... misschien nog net niet ja, maar, hoofdpijn, ja, maar... Ja, dat soort dingen, ja. Ja. Terwijl tegelijkertijd ik absoluut niet kleinzerig ben, want de pijndrempel is heel hoog. Ja. Want die signalen komen niet goed door. Het is heel dus bizar. Dan pleeg je nog roofbouw op jezelf ook? Ja, nou dat is natuurlijk gebeurd. Ja. Omdat ik. Kijk, het is op zich helemaal niet iets waar je kan ermee leven. Je gaat er mee dood, maar je gaat er niet aan dood. Ja. Het gaat nooit over. Mm-hmm. Maar het beperkt. En, maar geestelijk heb ik wat meer energie dan lichamelijk, is gebleken. Dus ik heb alles tot op het bot toe opgerookt in mijn leven. Dus de klachten, de problemen die ik met mijn gezondheid heb gehad, en die zijn best wel intens geweest en vooral heel langdurig, komen niet door de stofwisselingsafwijking, maar komen door de roofbouw en door de totale uitputting. Maar zijn er dus ook bepaalde dingen die je niet mag of kan eten? Ja, daar zijn wel voorschriften voor, maar dat werkt weer niet zo goed bij mij, want ik vind alles wat ik niet zou moeten eten, vind ik lekker. En alles wat goed voor me is, vreet ik niet. Ja, het is een vrij ingewikkeld leven. Ja, maar verder leef je gezond. Ik leef redelijk gezond, ja, maar niet... Niet met salades en niet met... Nee. Nee, maar ik heb bijvoorbeeld absoluut een zoetverslaving. Nou, dat is sowieso niet goed, maar in mijn geval ook echt niet goed. Nee. Maar weet je, als je op een gegeven moment heel gezond eet, maar je vindt er geen reet meer aan... Dan heb je het boek Suikerweeën wel eens gelezen? Nee. Van William Dufty. Lees dat een keer, dan eet je nooit meer suiker. Ja, dat weet ik, maar dat ga ik niet doen. Oh, dat ga je niet doen, oké. Okay. Maar het is... Was maar een advies. Als ik eet zoals ik zou moeten eten, dan leef ik langer, maar dan wil ik helemaal niet meer leven. Dramatisch gesteld. Oké. Okay. Dus af en toe een sigaartje, af en toe een glaasje en proberen niet te veel te snoepen. Maar af en toe een glaasje en af en toe een sigaartje, ja. Dat zijn wel de geneugten in het leven. Dat bedoel ik. Als je daar maar van geniet, ja. En het niet te doet, dan ja. Is dat toch mooi? Ik ben ook allergisch voor de anti-roken Jehova's. Natuurlijk weten we dat roken slecht is. Ja. Maar, en dat mag je niet zeggen, er zitten ook positieve kantjes aan roken. Minder dan slecht hoor. Er zijn meer slechte kanten dan goede kanten. Nou, noem mij dus positieve kanten van roken. Het is een sedativum. En daar doe ik het ook voor. Ja. Ik ben gaan roken toen ik merkte dat ik ervan kalmeerde. Ja, maar zo begint een verslaving. Ja, dat weet ik. Maar het kalmeert wel. Ja. Het is zelfs een mild antidepressivum. Maar dat mag je niet zeggen. Er zijn wetenschappelijke onderzoeken geweest waaruit bepaalde positieve effectjes van roken zijn gekomen. En die vind je bijna niet op internet, want dat mag je niet zeggen. Nee. Maar dan zijn er dit aan positieve dingen die er in nicotine zitten. En dan is het zo'n berg negatief. Dit dan nog op tegen dat? Nee, natuurlijk niet. Daar ben ik ook eerlijk in. Nee. Alleen, weet je, dat is weer een ander ding wat ik heb. We zijn zo vervuild.
alles wat je eet, rookt en drinkt. Nee, alles wat je eet, drinkt en inademt, is vergiftigd, is vervuild. We zitten nu in de omgeving van Tata Steel. Ja, om het ja, voor de kijkers maar even duidelijk te maken. Ja. En ja, wat je inademt is inderdaad niet helemaal je dat. Ja. Daar ben ik het ook mee eens. Dus je kan zo ontzettend veel dingen doen. En ik ben noodgedwongen, want ik ben geen gelovig op dat gebied. Ik ben noodgedwongen behoorlijk gezond gaan eten. En laat mij dan die sigaar. Precies. Ik heb vroeger, want ik ben, dat heeft er ook mee te maken, ik ben heel verslavingsgevoelig. Ik heb vroeger veel en veel te veel gerookt. Ja. Nou, dat heb ik inmiddels in de hand. Maar weet je, dat kan, er zijn zoveel dingen die je fout kan doen die ik goed doe. Val me dan daar ook niet over lastig. Deed ik ook niet. Nee, jij niet. Maar, nee, maar men. Okay. Men. Goed. Rook lekker je sigaartje. Toen ik mij... Hij gaat gelijk hoesten. Nee hoor. Dat komt door de, als door je de rook. Als praat over sigaren begint hij altijd. Ja, nee. De rook van Hooghovens. Oké. Okay. Ja. toen ik me ging voorbereiden op dit interview... Dat is dus even... Dames en heren, ik weet niet waar ik ben. Hij doet zijn huiswerk, dat wil je niet weten. Wij hebben elkaar 15 jaar geleden gesproken. We hebben net een podcast gemaakt. Het is heerlijk met die vent, want hij doet zijn fucking huiswerk tot op het bot. Dankjewel. Hij bloost. Ja. Is te zien. Ja. Dan lees ik op internet, Peter Lussen dreigt dakloos te worden. Ja. Door corona geen inkomsten meer. Ja. Hoe betaal ik mijn vaste lasten? Dan maar de thuiszorg of mantelzorg in. Ja. Waar eindigt dat? Ja, denk ik dan. Ik vrees in de prostitutie. Nee, maar even serieus. Ik vind het serieus als iemand zijn dak boven zijn hoofd dreigt bij te raken. Ja. Dan denk ik van, oh my god. Nou, zoals ieder mens heb ook ik zo mijn tegenslagen gehad. Ja. En dat is wel begonnen met dat gezondheidsprobleem. Nogmaals, het is niet de stofwisselingsafwijking die mij ziek maakt, maar de uitputting. En ik heb jarenlang gewoon heel slecht nog kunnen presteren. En dat betekent op een gegeven moment dat geld op is. Ja. En dat betekent dat je je huis moet verkopen. Ja. En dat betekent dat je in een... Want de woningnood is veel groter dan mensen zich realiseren. Er is niks te krijgen. Dus ik kwam in een soort anti-kraak toestand terecht. Maar dan iets luxer. Dat heet tijdelijk wonen. Leegstandsbeheer. En ik ben terechtgekomen in een... Dan mag je van de gemeente in een pand wonen tegen een geringe vergoeding? Ja. Nou, van een leegstandsbeheerbedrijf doet dat namens de eigenaar. Okay, ja. Dus ik ben terechtgekomen op de Utrechtse Heuvelrug in een voormalige psychiatrische inrichting. Oh. En een volkomen uitgewoond pand. En 300 vierkante meter. Met de jaren 60 band, waar ik de zanger van ben, repeteerden wij 8 man sterk in mijn woonkamer. Nou, dat zegt toch wel iets. Ja, ja. En midden in de bossen, dus ik zat daar zo... Maar het was A, voorkomen uitgewoond en totaal niet luxe. Maar daar bleek ik dus geen problemen mee te hebben, wat ik erg prettig vond. En het was tijdelijk. Ja. En toen ik er verleden jaar uit moest, was de woning ook nog veel erger geworden. En toen heb ik me echt serieus zorgen gemaakt. Echt stress gehad van, ik kom op de keien te staan. Ja. Nou, en dat is dan net weer goed afgelopen. Ik woon nu in een heel leuk, heel prettig rijtjeshuis. Maar ook weer tijdelijk. Ik heb nog een tijdje, maar ook daar moet ik weer uit. Mag ik vragen wat de reden is van dat het tijdelijk is? Als jij een goede huurder bent en je huur betaalt, waarom zou je dan niet in dat huis kunnen blijven? De huisbaas in kwestie is geen huisbaas / huisjesmelker, maar gewoon iemand die een woning over had en die is bestemd voor iemand. Oh, en die iemand ging er voorlopig nog niet in, dus ik kon zo lang. Mm-hmm. En daardoor kon mijn huisbaas mijn reet redden. Ja. En daar ben ik zeer erkend van. En wie redt je reet als de tijd verstreken is en je hebt niks anders? Nou ja, ik ben natuurlijk nu hard bezig. Ik ben terechtgekomen in een dorp waar ik het enorm naar mijn zin heb. Enorm. Ik zou het liefste daar. En ja, ik heb het naar mijn zin omdat het een ongelooflijk sociale samenleving is in dat dorp. Waar ik me helemaal thuis voel. En er zijn mensen al wel aan het kijken voor me. Dat is natuurlijk geweldig. Maar er zijn geen garanties. Nou, dan hoop ik dat het binnenkort gewoon voor je goed voor je komt. Ja, ik moet dat anders zeggen. Dan hoop ik dat het binnenkort goed komt voor je. Ja. En dat er een huis beschikbaar is waar jij gewoon onbezorgd kan leven. Nou, waar ik verleden jaar niet in durfde te geloven, maar ik heb een heel gunstig huizenkarma. Ik kom altijd op geweldige plekken terecht. Ja. Dus, hoe doe je dat? Keep your fingers crossed. Dat was Ja. Ja. Niet dit, dit maar is deze, dus aanhalingstekens. Ja, werkt niet. Ja. Oh, ja, dan krijg ik niet meer los. Kan dat ook, mijn vingers zijn ook niet zo lenig. Nee, okay. Ja, okay. Goed. Dus dat laat. Maar goed. Geen pianist erbij. Nee. Maar mocht u een leuke woning voor hem weten in de buurt van Utrecht, Zeist, liefst Zeist die kant op. Neem even contact met ons op. dat gezegd hebben we. Zijn we nog iets vergeten? Ja, ik ben wat vergeten te vragen. Trouwambtenaar?
Daar wil ik het ook wel even over hebben. Ja, ja. Trouwambtenaar. Jij bent Babs. Dat betreft zijn wij collega's. Ben jij Babs? Ik ben Babs. Waarom wist ik dat niet? Dat heb ik je verteld tijdens een telefoongesprek. Maar dat is waarschijnlijk in de chaos waarmee we dat telefoongesprek voerden. Nou, dat is, dat toen is de... Er ging een hoop mis op dat moment. Ja, ja, ja. Ja. En dat is mijn rommelige geest, ja. Ja, ja. Houd op de rommelige geest. Ja. Maar goed, ja, we zijn beide Babs. Ja. En jij bent Babs op jouw manier, ik op mijn manier. Maar dat is per definitie. Dat is per definitie zo. Maar vertel even hoe en wanneer je dat doet en voor wie je dat doet. En wat een hele leuke anekdote is uit je Babs. Alleen maar. Vertel. Ja, ja, ja. Nou, ik ben een paar jaar geleden werd ik benaderd door mensen die ik van 10 jaar daarvoor kende. En die zeiden, wij zijn 25 jaar getrouwd. We hebben heel veel rottigheid meegemaakt, maar we zijn er sterker uitgekomen. We willen opnieuw trouwen. En 25 jaar geleden hebben we ons doodgeërgerd aan de trouwambtenaar die er niks van bakte. Ja. Die er niks van, geen sjeu aan meegaf. Nee. Dus we gaan het opnieuw doen en jij moet het doen. Toen dacht ik, ja, trouwambtenaar, dan moet je allemaal papieren hebben en weet ik veel wat. En diploma's. Maar dat was helemaal niet zo. Want ze waren al getrouwd. Jij kent de spelregels. Ja, dan hoeft het niet. Nee, want dat betekent dus dat de plechtigheid is dan niet wettelijk. Het is een ceremonieel huwelijk. Juist, ja. Maar toen ging ik dat dus doen. En toen ging ik die mensen uitvragen. Dat heb ik dan weer geleerd in al die bedrijfsconferences die ik gedaan heb. En toen dacht ik, waarom doe ik dit niet al mijn hele leven lang? Ja. Dus toen ben ik het gaan doen. Ik ben cursussen gaan volgen. Ik heb een benoeming gekregen. Ik heb de beëdiging voor de rechtbank heb ik in mijn zak. Ja. En vooral die cursussen ook. Want ja, ik kan natuurlijk 20 minuten leuk lullen. Dat doe ik al mijn hele leven, dus dat lukt wel. Ja. Maar zoals jij weet, je moet een plechtigheid verrichten en die moet wettelijk kloppen. Ja, dat klopt. Als je zegt, wat is uw antwoord? Volgens artikel 81, zegt, ja. Ja, het burgerlijk wetboek. Als iemand geeft het verkeerde antwoord of iemand tekent de akte met een blauwe pen in plaats van een zwarte pen, is het huwelijk niet geldig. Klopt. Ja. Ik vind dat ook nog steeds de spannendste dingen. Ja. Want die speech van 20 minuten, dat lukt me wel. Dat lukt mij ook altijd wel. Dan denk ik, oh ja, nu eerst ringen, dan het trouwboekje, dan de huwelijksakte, dan het trouwboekje. Ja, precies. Ja, ja. En ik heb hem verleden week voor het eerst een huwelijk in het Engels moeten doen. Oh, ja. Dan ga ik je straks buiten de uitzending nog een leuk verhaal over vertellen. Oké. Ja. Maar dat, je dacht bij jezelf, van waarom doe ik dat niet mijn hele leven al? Nou, kijk, ik ben cabaretier. Ja. Conferencier. Ja. Ik sta letterlijk al vanaf mijn vijfde voor groepen mensen te lullen. Ik geef er trainingen in voor het bedrijfsleven. En comedy trainingen. Mensen leren spelen. Ja, maar dat is weer wat anders. Comedy acteren. Ja, ja. Dat is voor comedy acteren. Ja. Voor amateurverenigingen. Ja. Maar spreken is een vak. En of je dat nou doet op een begrafenisspeech, of voor een bedrijf, voor een jubileum, of een conferentie in het theater, de principes zijn hetzelfde. Hm. Dus een trouwspeech, ja. Weet je, ik heb vroeger veel voor bedrijvenconferenties op maat gemaakt. Ja. Dan gaan we voor Granaat BV. Ja. Dan ga ik Granaat BV helemaal uitvragen wat werkt, welke grappen kan ik wel maken, kan ik niet maken. Wat zijn de verhalen enzovoort. En dan ga ik daar mijn verhaal op maken. Bij een bruidspaar is dat precies hetzelfde. Ja, klopt. Dus het is dezelfde technieken. Dus als je lult voor je brood, waarom dan niet ook trouwambtenaar? Ja. En dat weet jij ook. Maar ook rouwambtenaar, als ben ik het zo mag, even mag noemen. Want je spreekt ook op, op begrafenissen. Ja. Is hetzelfde. Vind je dat? Ja. Ja, leg uit. Nou, je denkt natuurlijk van de ene is vreugde en de andere is droefenis. Maar het gaat om emotionele hoogtepunten in het leven van mensen. Ja. En je moet vragen, je moet kijken wat moet er gezegd worden. En hoe moet het gezegd worden. Ja. Nou, en dat is een soort neutrale activiteit. Dat snap ik. Ik kan ook de maar ik denk een begrafenis, ook een huwelijk, kun je maar één keer doen. Een huwelijk kan je wel vaker doen, maar dat is nooit de wens als je iemand in het huwelijk volgt. Maar dat is de spanning. Dat is de spanning. Maar ik heb nog niet zo lang geleden een begrafenis meegemaakt. En als ik dan de echtgenoot of echtgenote en de familie hoor praten over de overledene, dan denk ik, goh, wat mooi, wat een mooie herinneringen en dit en dat en zus en zo. En dan komt Peter Lussen, die ken ik van Vrienden voor het Leven. En dan denk ik, nou, wat moet hij nou zeggen over diegene? Kan toch beter de familie doen? Of, ja, nou, sowieso om te beginnen is het beste als de mensen zelf doen. Ja. Wanneer kom ik erbij als de familie dat niet kan of niet wil of niet aandurft? Ja, ja. En dan ga je hun verhaal vertellen. Ja. En bijvoorbeeld wat ik ook kan, als jij wil spreken op de uitvaart van je overgrootvader, maar je durft niet, maar je wil het wel, kan ik je ook nog coachen. Ja. Kan ik je ook nog helpen. Ja. Ik kan je helpen je verhaal maken. Ik kan je helpen steviger in je schoenen te staan. En je emoties voldoende de baas te blijven. Ja. Voldoende. Of ik kan het hele verhaal van je overnemen. Ja. Maar idealiter wil ik dat jij op de uitvaart van een geliefde van jou zelf spreekt. Ja. Ja. Alleen als het niet gaat, okay.
Ben, ja. Oh, pardon, ik slaap mijn microfoon. Dan word ik vermoord door de techniek. Nee, dat duidelijk. Ja. Oké, okay. Prima. Hoe ziet jouw leven eruit over 5 jaar? Nou, ik hoop dan dat, of dat, daar ga ik voor, dat dan de volgende en misschien de daaropvolgende cabaretvoorstelling er is. Eddie voor het leven is een cabaretvoorstelling. Dat is de eerste van wat mij betreft. Een introductie van de 3 volgende cabaret. Ja, van een serie cabaretvoorstellingen tot mijn 112e, hoop ik. En ik heb nu gekozen voor het thema dat het over Vrienden voor het Leven gaat. Wat ik heb meegemaakt, wat er leuk was. De belachelijke avond van de televisiering, zit er ook in. Maar ik heb voor dat thema gekozen omdat ik begin als cabaretier weer helemaal onderaan. Wie komt er naar mij kijken? Ja. Nou, en omdat er nog steeds heel veel mensen een soort sentiment hebben ten aanzien van Vrienden voor het Leven, dacht ik. Dan gebruik ik dat als opstapje. Ja, ja. Waardoor sommige mensen ook weer denken dat ik over mijn roemrijke verleden ga staan opscheppen. Wat natuurlijk absoluut niet het geval is, want dat doen we niet. Wat maakt voor jou het leven de moeite waard? Nou, eerlijk gezegd, op het toneel staan wel, ja. Op het toneel staan. Ja, even los van de liefde natuurlijk, wat een cliché maar waar antwoord is. Ja. Maar op het toneel voel ik me het prettigste. En ik had niet verwacht dat die cabaretvoorstelling in dat opzicht me zoveel zou geven. In de zin van, gezegd. Ja, in de zin van zingeving. Ja. Cliché, maar toch. Nee, maar de zingeving is heel belangrijk in het leven. Jazeker. Ja, ja, ja. Peter Lussen, mag ik jou bedanken voor je komst? Alleen als ik jou ook mag bedanken. Dat mag ook. Dan doen we dat. Tot zover deze aflevering van Bekijkend Naar. Wat mij betreft, tot de volgende.